Ja, en Ria zijn we nu vrij grote fan aan het zijn van Piet Negentjes, omdat ik vertelde er juist van die ene app die naar beneden geoctaveerd heeft, is, die hebben ietsje minder zo, die hebben veel strakker laag. Dus als je dan, soms staan we zelf een B gestemd bij Ria, dus als je dan zo'n lage tuning hebt, met nog een keer een amp die naar beneden is geoctaveerd, en als je niet wilt dat dat metal klinkt of zo, als je nog altijd wilt dat het een rock sound is, dan moet je iets hebben die lichter klinkt en iets strakker is dan zo'n typische humbucker van die je meestal in van die gitaar zit. Dus die P90's zijn er wel vrij goed voor. Als ik de setup zou doen van mijn amp, van mijn twee amps dat ik gebruik live en ik doe dat octaaf eronder er niet bij, dan klinkt die P90 wel meestal te neuzig en te scherp. Allee, voor hoe dat de amps al afgesteld staan natuurlijk. Hè. Maar vooral dat octaaf eronder bij komt, smelt dat super schoon samen. Dus vandaar dat nu P90's zijn, maar meestal als ik iets anders moet doen, als ik vervang een band, grijp ik wel altijd naar een simpele humbucker eigenlijk. Gewoon omdat dus iets voorspelbaarder en iets minder ruis ook. Dus ook wel, is gewoon meegenomen. Ja, deze kan soms wel zo, als je te dicht bij de naam komt, zo wat ruis geven, maar het valt nog goed mee.